In een klein hutje aan de rand van een groot bos woonde eens een arme mandemaker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje geheten. Dagelijks trok de vrouw erop uit om de manden te verkopen, maar meer dan eens kwam ze met net zoveel manden terug als ze was heen gegaan. Op een avond kwam ze doodmoe thuis. Geen mand verkocht. Nou hebben we niet eens geld om morgen brood voor de kinders te kopen. Kom, vrouw, laat je hoofd niet hangen. Morgen vroeg zullen we er samen op uittrekken. En wie weet verkopen we wel wat. Dat is maar te hopen. Want als het zo doorgaat, zullen we nog van honger omkomen. Hans en Grietje, die in de bedstee lagen, hadden alles gehoord. En zacht zei Hans... Weet je wat, Grietje? Als vader en moeder morgen vertrokken zijn, gaan we het bos in om bramen te zoeken. We verkopen die en de centjes die we daarvoor krijgen, geven we aan vader en moeder. Grietje voelde er alles voor. En de volgende morgen, nadat vader en moeder vertrokken waren, togen ze het bos in. Maar na uren gezocht en gelopen te hebben, hadden ze nog geen enkele braam gevonden. Ineens stond Grietje stil. Oh, Hans, wat dom van ons. Het is juni en bramen zijn pas in augustus rijp. Moedeloos gingen ze op het mos zitten. En het duurde niet lang of ze vielen van vermoeidheid in slaap. De zon stond al hoog aan de hemel toen ze wakker werden. Kom Hans, we moeten opstappen. Want als vader en moeder thuiskomen en we zijn er niet, worden ze ongerust. Weet jij de weg? Hans knikte, maar hoe ze ook dwaalden, de weg terug konden ze niet vinden. Oh Hans, ik geloof vast dat we verdwaald zijn. Die bomen lijken ook allemaal precies op elkaar. Kwamen we maar iemand tegen om de weg te vragen? Net had hij dat gezegd, of hoog in een boom begon een vogeltje luid te zingen. Kijk eens, daar op die tak. Wat een prachtig vogeltje. Even bleven ze staan luisteren. Toen vloog het vogeltje naar hen toe. Kom mee, kom mee. Ik weet de weg, ik weet de weg. Fluitend fladderde het vogeltje voor hen uit. En ineens stonden ze voor een vreemdsoortig huisje. De kinderen keken hun ogen uit. Het was helemaal van suiker, chocola en marsepein, terwijl het dak van pannenkoeken was gemaakt. Omdat ze zo'n honger hadden, sloegen ze meteen een stuk marsepein van het huisje af om dit op te peuzelen. Maar een oud stemmetje riep... Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt aan mijn huisje? En de kinderen riepen... Dat doet de wind, dat hemelse kind. Even later ging de deur open en een stokoud vrouwtje, leunend op een kruk, kwam naar buiten. Zo, lieve kindertjes, wat komen jullie hier doen? We zijn verdwaald en u heeft een vogeltje ons hier gebracht. Zo, zo. Nou, komen jullie dan maar gauw binnen, want jullie zult wel honger hebben en aan mijn huisje knabbelen mogen jullie niet. Ze dekte vlug de tafel en weldra zaten de kinderen aan een heerlijk maal. Toen ze hun buikjes rond hadden gegeten, bracht het vrouwtje haar naar boven, waar twee snoezige bedjes stonden. Gaan jullie nou maar lekker slapen, dan zullen we morgen wel weer zien. En moe als ze waren, sliepen ze weldra als rozen. De volgende morgen al heel vroeg stond de vrouw voor hun bedjes en loerde met felle, begeerige ogen naar de slapende kinderen. Toen sleurde ze Hans uit zijn bedje, stopte hem in het varkenskot dat achter in de tuin stond en grendelde het getraliede deurtje. Toen sloop ze weer naar boven en schudde Grietje wakker. Vooruit, opstaan, luiwouwers. Ga mijn huisje schoonmaken. Verschrikt keek Grietje op. Maar waar is mijn broertje? Die zit in het varkenshok om vet gemest te worden. Zodat hij over een paar weken een lekker boutje voor me is. Of dacht je soms dat ik jullie voor niks naar mijn huisje had gelokt? Toen begreep Grietje dat ze in de val waren gelopen. En het vriendelijke oudje een gemene heks was.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liet ze Grietje, bijna zonder eten, heel hard werken, terwijl Hans de lekkerste hapjes kreeg. Iedere morgen stond de heks voor het hok. Laat met je vingertjes zien, om te kijken of je al dik wordt. Maar Hans, die door Grietje was gewaarschuwd, stak dan een dun stokje door de tralies. Nee, dat lijkt nog op niks. Je zult nog meer moeten eten. Zo ging het iedere dag. Maar tenslotte werd ze ongeduldig en zei tot Grietje. Vooruit, maak de oven aan. Vet of niet, je broertje moet er al over. Grietje begon te huilen. Jank niet en doe wat ik je gezegd heb. Maar hoe moet ik de oven aanmaken? Ik heb dat nog nooit gedaan. Dat zal ik je dan leren. Kijk. Ze nam een takkenbos, stak die aan en legde die in de oven. Toen bukte ze zich voor het stookgat om het vuur aan te blazen. Maar toen ze daar zo stond, gaf Grietje dat plotseling een duw, zodat de heks voorover in de oven vloog. Vlug schoof ze het ijzeren deurtje ervoor, rende naar het varkenshok en schoof de grendel eraf. Kom eruit, Hans! De heks zit in de oven! We zijn van de verlost! Nou, dat liet Hans zich geen tweemaal zeggen. Beiden liepen ze het huisje in en van onder de bedstee haalde Grietje een ijzeren geldkist tevoorschijn, waarin ze de heks vaak had zien zitten neuzen. Ze maakten het open en wat zagen ze? De kist zat boordevol goudstukken en edelstenen. Hans propte zijn zakken er vol mee en Grietje er schortje. En even later stapten ze met een flinke stapel pannenkoeken onder hun arm het bos in. Na een tijdje gelopen te hebben, kwamen ze naar een groot meer. Hoe moeten we hier over? Een bootje zie ik niet. Nee. Maar kijk, daar zwemt een eend. En luid riepen ze. Eendje, eendje, aardig dier. Hans en Grietje wachten hier. Nergens is een bruggetje. Neem ons op je ruggetje. En kijk, daar kwam de eend al aangezwommen. Kwak, kwak, kwak. Klim op mijn rug. Kwak, kwak. Klim op mijn rug. Kwak. Op de rug van de eend voeren ze naar de overkant. En onderwijl vertelde de eend dat hij door de heks was omgetoverd in een lokvogel. Maar dat hij, nu de heks verbrand was, zijn oude gedaante terug had gekregen. Aan de overkant gekomen kwaakte hij. Kwaak, kwaak, kwaak. Kom mee, kom mee. Ik weet de weg. Kwaak, kwaak, kwaak. Vrolijk snaterend waggelde hij voor hen uit. En het duurde niet lang of ze stonden weer voor hun huisje. Wat waren vader en moeder blij dat ze hun kinderen weer terugzagen. En de vreugde stichtend op toen ze hun zakken leeghaalden en al hun kostbaarheden op tafel uitstrooiden. Vanaf dat ogenblik kende het gezin geen armoede meer en leefde men nog lang en gelukkig.